Het aantal verwarde personen neemt toe. Documentairemaker Jessica Filerius loopt mee met de hulpdiensten. Ik ga. Van de psychiatrie zijn wij. Ja. Van de crisisdienst, kent u dat? Ja. Dat is trouwens een mes in zijn rugzak zetten. Ze spreekt met ooggetuigen en nabestaanden. Wij konden ons eigenlijk ook niet voorstellen dat iemand mijn moeder iets zou willen aandoen. Aan de ene kant denk je, had je maar wat geweerd, dan had je aan de bel kunnen trekken. Als iemand de realiteit verliest, ja, dan kan alles, van alles gebeuren. En probeert in het hoofd te kijken van mensen die psychotisch zijn. Wat gebeurt er als je stemmen hoort? Hoe openbaar zegt dat? Als iemand tegen je praat, en voor mij klinkt het altijd alsof het een beetje uit deze hoek komt, van achter me of schuin naast me. Dat iemand tegen je praat, alleen als je omkijkt, is er niemand. Ik was in een psychose toen ik hier binnenkwam. Ik ben ook een paar keer beschoten. Ja, als je ziet dat iemand zo leeft, dan zie je dat het leven eigenlijk niet aan kan, hè? Ik weet zeker dat hij dit wel op heeft willen ruimen, maar het gewoon niet kan. Steeds werd het erger en erger. En dan begon ze dingen te zeggen waar jij echt van dacht van, oei. En sowieso is het goed om uit te leggen dat er geen één psychose hetzelfde is. Het is klaar, stop. Ik denk de combinatie van iemand die psychotisch is en die zijn medicatie niet inneemt, dat moet meteen voor hulpverleners een hele grote rode vlag zijn. De crisisdienst die lost wel het acute moment op, maar de crisisdienst is er niet voor langdurige problemen. En er is eigenlijk niemand die de hele lange lijn mag en kan en wil bewaken. Was zijn moeder bang dat hij haar iets aan zou doen? Achteraf heb ik gehoord, hoor. Stream Verward op NPO Start.